Zalig. Zalig. Juist in die finale rijdt hij plat. Verdoemen van tegenslag gesproken. We zien die een band, zo plat als platte kaas, zo slap als een vlag zonder wind. Daar zijn al meer zaken hiernaast die plat en slap zijn. Ben ik situerig uiteraard? Moet ik er een tekeningsje bij maken? Hoeveel heb jij gedronken? 12 gezellig. Je bent beter langs een parcours gaan staan om een Jos wat aan te moedigen. En waarom? Dat was toch weer een maat voor niks. Alweer, voor de 7000ste keer als laatste over de streep. Allee, dus Jos kon er toch niks aan doen dat hij platte tube kreeg. Zelfs de grote Neddy Merks wist dan niks te doen. Alhoewel, de Neddy, die kon alles. 5 keer de ronde van Frankrijk, 5 keer de ronde van Italië, de ronde van Spanje. 3 keer wereldkampioen, 7 keer Milan. Alsjeblieft, Maurice. Spaar me de litanie. Waarom doen ze dat te kunnen eigenlijk? Ze moeten wel het leven maken. Nee, Viviane, ik zweer je, was ze niet plat gereden, had hij een goede kans gemaakt voor de overwinning. Is ze gebeld vandaag? Dikke zeven. Jos heeft een elkaar in de staat meegereden. Hoe weet jij dat? Je zat continu in het café. Heb je het antwoordapparaat daar beluisterd? Ze hebben het omgeroepen, na iedere doorgang. En al zekkes later, Jos Krollemans. Jos Krollemans raakt net voor de groene vlag uit. En Jos Krollemans alweer als rode lantaarn over de meet. En na elk rondje moest ik doorspoelen. Vandaar dat je gelijk een trampelgas naar de lotto lief. Nee? Wat is dat nu? Het antwoordapparaat staat hier nou? Mijn schoen deed pijn. Heb je ook gewaard zat? Mijn schoen zijn te klein. Ja, waarom koop je ze dan als ze niet passen? Vrouwen, kopen ze maat groter. Wilt jij beweren dat ik grote voeten heb? Toch zeker te groot voor deze schoenen. Zeg, bemoeit je met jouw eigen zaken. Jouw schoenen zijn mijn zaken, want wie gaat er hier voor werken? Allee, gaan we die kant weer op? Nog eens, naar hier, nog eens naar achter. Welke kant maakt mij niet uit? Het zijn mijn zuurverdiende centen die gaan over de barksmeid. En ik doe niks, zeg. De poets wordt gedaan door de elfjes, de was en de plas door de kabouters en de patatten die schillen de ragen. Hop, de pot in. En vergeet niet, hè, wie zit de ganse dag thuis bij die telefoon? En dat voor die paar bestellingen in de week. Eén deze dagen, dan staak ik. Dan gaan we nog eens op kijken. De was en de plas, dat is nogal iets, hè, even ten dagen. Jij hebt toch een wasmachine voor iets? Ja, en die draait alle dagen met al die koersternieuws. En altijd vol mijn molk. Het is juist of Jos doet dat expres. Je moet toch fatsoenlijk kunnen trainen. En daarbij, dan heb je toch iets te doen. Wat lief? Nou moet de gast heel goed naar mij luisteren, Maurice Krollemans. Op de eerste plaats. Met uw eerste plaats en uw tweede plaats. En uw hele klassement heb ik niks te maken. Je zou beter dat je op alle dagen goed massage kunt geven. Nog iets? Biefstuk s'avonds met spaghetti. Eieren en koolhydraten. En s'morgens vers geperste sinaasappelsap in plaats van uit dozen. Ik run hier geen hotel. Ja, je zult het verschil gaan merken. Bon, onze inspanningen van vandaag zijn niet helemaal voor niks geweest. De Jos heeft hem de pers gehaald. De pers? Met zijn platte tube. Nee, niet vanwege zijn platte tube. Door zijn volharding in de glorieuze strijd van de wielersport. Ze komen, chef, voor een interview aan de streek gaan zetten. Dat doet mij eraan denken dat ik een kattenpelletje moet schrijven. Dus
altijd een beetje reclame maken. Iedereen gaat onze sportartikelen willen kopen. Ja, sportartikelen. De magnetische armband die de uitdaging doet vergroten. De lymfatische schoenzool die je doet vermageren. En de cross-BH lift de tieten terwijl je sport. Allemaal degelijk materialen en met een beetje gratis reclame gaat de verkoop vertienvoudigen. Jos moet zijn armbanden en schoenzolen maar eens bovenhalen. Hè. Dat hem niet vergeet die BH aan te doen. Grappig, heel grappig. Kijk, zei het juist jaloers dat je zelf niet in de gazet komt. Jij moet daar niet content mee zijn. Hè? Je gaat het zien morgen. Grote letters op de grondpagina. Jos Krolleman, zevige nekken sluiten. Of, ondanks wondermiddelen, de halve garen van het wielrennen. Hoe ga je over mijn klein broertje spreken? Wat noemt jij klein? Een gast van dik 30. Tot doortaat dat hem op zijn eigen benen leert staan. Dus Jos mag hier blijven wonen, gelijk zijn woesting. En daarmee basta. Dat heb ik aan mijn moeder beloofd, dus op haar sterrenbed lag. En waar is uw moeder nu? In de graf? Laat me niet lachen. Ze heeft u toen goed liggen gehad, hè? 3 dagen lag ze te steunen en te kreunen. 3 hele dagen. We hadden de begrafenisondernemer al verwittigd. En na uw belofte om voor Jos te zorgen, sprong ze uit bed en pakte Jos zijn koffer met een snelheid die een jachtluipaard nog verlegen zou kunnen staan. Jos was hier de deur nog niet binnengestapt, op wat dan stond de samba te dansen in een tropical op haar sterfbed, idioot! Gij zei precies niet blij dat mijn moeder toen niet het loodje heeft gelegd? Je hebt u in de luren laten leggen, zei u misleid, onder valse voorwensels iets laten beloven. Viviane, die gesprek hebben we al 1000 keer gevoerd en het lijkt nergens naar. Ik heb beloofd dat ik een oogschoen in het zaal zou houden en goed voor hem zou zorgen. En een woord is een woord. En dat is intussen 15 jaar geleden, hè? We zaten nog in onze witte broodsweken en ik kon er overal voor opdraaien. Wij roeiden met de riemen die we hadden. En nou draagt de grote kapsazer. Maak er toch niet zo'n drama van. De Jos heeft hier altijd goed zijn best gedaan. Toen ik plat lag met mijn rug, heeft hem de hof overgenomen. En sindsdien moet ik er niet meer naar omkijken. Ja? Na het werk duurt hij in een hof. En daarna op zijn hoofd terug. Jij hebt er geen werk aan. Jij hebt er geen werk aan. Ik wel. Ja. Door zijn extra inkomen moet jij niet gaan werken. Dat moet je niet overklagen. In het leven gaat er niets voor niks. Zelfs uw dood niet. Die betaalde mee een leven. Dan zijn we vandaag nog super optimistisch. Jij zou verminder uw kop neerleggen. Dat geklaag ook altijd. En uw zusje, uw Eva is ook hier komen wonen toen ze geen vent en werk meer had. Dan moest er nog bij komen dat je de deur voor aangesloten had gehad. Was ik hier zeker en vast niet meer geweest. Is het je belet? Nee, bij, komt erin. Ja, komt erin, geneer je niet. En wat heeft u gedaan? Niks, nog minder dan niks. Hij heeft pech gehad. Anders had hij een goed kans gemaakt op de overwinning. Serieus? Ja, ik zag de noten op de oprit. En Jos drukkende weer, dus ik dacht, ik spring even binnen en vraag hoe het geweest is. Ja, je moet niet zoveel denken, je gaat je nog pijn doen. Ik heb mij kostelijk geamuseerd. Oh, heb ik spijt dat je mee was. We hebben jullie gevraagd. Altijd en overal de vriendelijkheid zelf, niet waar, Maries? Ik ga de Jos helpen en daarna die tuber plakken. Je hebt niks gemist, hij was weer de laatste. Oh, waarom ik nog de moeite doe om mee te gaan, hè? Elke zondag hetzelfde liedje. Het is dan maar eens zo vreselijk aan zagen, anders bleef ik thuis. Had ik dat vroeger geweten, hè? Oh, als iedere vrouw op voorhand wist met wie ze zou trouwen, bleven ze allemaal jongvrouw. Ik heb mijn lesje geleerd. Nooit trouw ik nog. Die 3 venten hebben nu anders geen windtaaier gelegd. Dat moest er nog aan mankeren. Allee, mijn eerste vent vond het heel normaal zijn potlood op een ander te laten scherpen. Ik heb hem op de etendaal getrapt in ons eigen bed met de kaarsvrouw. De helft van zijn jacht en zijn huis was niet meer dan normaal. Oh, en mijn tweede ging bungee jumpen. In het zuiden van Frankrijk, ergens onder een brug.
bleekt hier een Nederlands titel aan. Na de erfenis en de verzekering kon ik op vervroegd pensioen gaan. Oh, en mijn derde is er al na de huwelijksnacht van onder gemaakt. Nooit heb ik nog iets van hem gehoord. Ik denk dat hem die lederen zweep slecht bekomen is. Jij zou het er beter aan doen mijn voorbeeld te volgen. Plezier, à volonté, plichten? Nee, dank u. Sans godet. Marie ziet niet onder andere vrouwen. En dan buntje jumpen doet hem ook niet. Dat lederen zweepje, daar durf ik niet mee afkomen. Ik zal het zelf van langs krijgen. Moet ik hem eens overpakken? Eén nacht, dat is al. Meer zou ik niet van doen hebben. Amai. Het is precies als Jos heeft een pamper. Dat is dat zeevel in die koersbroek. Ben je daar zeker van? Is hem niet gewoon geweldig geschapen? Je kan hem altijd vragen of je eens mag kijken, hè? Oh, verdorie, Bea. Dat zet jij aan een bofkont, hè? Jij kan gaan en staan waar dat je wil. Niemand die je iets in de weg legt. Wat houdt u tegen uw gang te gaan? Niet wat. Maar wie? Marie zou gelijk een oldewoner me naar mijn naren terugslepen. En Jos is juist mijn vakbond. Dat is uw eigen fout, hè? Oh, met. Ja. Gij laat te veel over u heen lopen. Maar ja, gij hebt ze zelf zo opgevoed. Denk dan nog eens aan die rotverwende tuttebel van een zus die erboven nog in het nest ligt, hè? Kan het geloven. Wij zaten al aan het ontbijt en madame komt thuis van een avondje stappen. En ik mag zorgen en klussen en samen profiteren. Die telefoon, hè? Al die onnozelen die een magnetische armband of een empathische schoenzel willen kopen. Snappen die dan niet dat dat bro is? Wie gelooft er nu dat een stel aantekeningers in een hondenboek de potentie verhogen, hè? Allee, we gaan zien wat nu weer voor is, hè? Met Body Dreams, hoe kan ik helpen? Oh, uw schoenzolen werken niet. Je zegt niks vermagerd? Dat is spijtig. Je draagt ze al een maand en hebt er alleen zirkaten aan overgehouden. Tja, madame, dan kan ik niks voor u doen, hè? Terugnemen. Gebruikte goederen worden nooit meer teruggenomen. U moet er wel veel op lopen, hè, want anders helpen ze niet. Weet u wat? Probeer ze nog een maandje. Je gaat zien dat de kilo's eraf vliegen. Ja, goedendag. En daar moet ik me nou heel dagen mee bezighouden, hè. Alleen maar omdat ik wilde trouwen. En zij te beklagen. Ja. Natuurlijk is net een Fata Morgana in de woestijn. Vadertje, heerlijk koel helder water, palmboom, kokosnoten, hangmatje, kameel. En plots verdwijnt alles. Alleen die kameel blijft over. Wat is dat van die kameel? Een vent is gelijk kameel. Alleen hangt de vetbult niet op de rug, maar van vol. Waarom lachen met mijn afdak? Dat heb ik jou moeten sparen. En een moeite dat hem dat gekost heeft, hè? Wie was dat aan de telefoon? Een bestelling? Een klacht. Een schoenzolwerking. Wat zou het? Wonderzolen zijn het. Dat mens weet er gewoon niet mee om te gaan. Je hebt ze toch wel afgescheept, hè? Ja, wat moest ik anders? Als we alles terugnamen, stak ons kop van boven tot onder vol met brol. Brol? Vond jij dat? Eerste klas materialen. Je zult het zien, aan morgen maar vrij. Na de artikeltje in de gazette gaat de telefoon rood gloeiend staan. Die gelooft nog in mirakels, hè? En zie dat hier. Het vuil en het proper allemaal op één. Opruimen noemt hem dat. Ik zag die vent zo beu als kaalpap. Wat moet een vrouw doen om geapprecieerd te worden?
Een moord plegen? Van kant maar. Oh, dat is een gedacht. Je maakt je bevent van kant. Twee vliegen in één klap. Niet zeven. Al wel, dat zegt het al aan. Dat zou pas een artikel in de gazette opleveren. Haarspraat helpt zagen van domzeel. Oh. Je moet alleen zorgen dat je er zelf niet voor opdraait. De perfecte woord. Oh, dat ben ik helemaal niet slim genoeg voor. Oh, ik zou je helpen. En een goede passie raten van geven zijn een soep iedere dag. Succes gezegend. Goed rommelen, dan aandrogen is later wanneer een bad neemt. Ik weet niet in. Je smoort hem in zijn slaap met zijn eigen kussen. Wat zo sterk is hij helemaal niet. Je verkoopt toch van die spuitjes? Allee, je drinkt een maand lang elke dag enkele liters. En ga je krijgen varsbal, hè? Zo dik als die van Jean-Claude van Damme. Ja, dan zie ik je uitgelaken, halve wind, alles naar mijn hand, behalve het gerief. Het enige wat je van die drankjes krijgt, zijn kop aan en ik zei. Ja, je moet er iets voor over hebben. Dat klinkt tegelijk met Maurice. Ik zou de remkabels van de auto kunnen saboteren. En dan zelf tegen een boom knallen, oh. Tja, dan zit er niks anders op. Ik moet het rattengif uit de tuinhuis halen. Een beetje de soep, op de patatten en de appelkompot. En voilà, Maurice Krollemans is zaliger. Maar nadien zit ik wel met een laak opgescheept. Je kan altijd een beroep doen op de maffia. Voor een appel en een ei snijden die iemand de keel door. Daarna vervoeren ze dat lijk naar een nieuwe bouw in. Begraven dat in de beton. En dat gaat weer gewoon nog doen. Kost u natuurlijk naar een spaarcentje, maar na ik laatst zag op tv. Zijn ze al content met de partijen. Oh, die heb je toch nog wel ergens liggen? Dan verkoop ik gewoon een trouwring. Die heb ik dan toch niet meer nodig. Oh, dat doet deugd, hè. Een mens moet af en toe eens joeken en lachen met al die miserie. Oeh, jij weet dat niet. Allee, ik was niet net op dreef. Misschien bestaat er een dummyboek voor ons probleem. Woorden voor dummies. Wij gaan dat schrijven. Dat wordt mijn bestseller. En dan trekken we ons terug op een exotisch aanland. Zonder zee en strand. Oh, en niet te vergeten, stel knappe, gespierde, jonge kerels die ons op onze wenken bedienen. Die niet bang zijn van een lederen zwijpje. Dat heb ik nodig. Een andere vent. Verandering van spijs doet hij. Nou, ik weet dat niet, Vivian. Kent gij het verschil tussen een nieuwe hond en een nieuwe vent? Na een jaar kwispelt een hond nog steeds opgewonden als hij gezond is. Allee, hoor. Kan in dat café zijn, hè? Met een lekkere groente. Dan hebben wij vandaag een intensieve brainstorming, hè? Ja, dag, mond. Met Krollemans van de firma Body Dreams? Ah ja, dan zet je het juiste adres, hè. Een ogenblikje, ik zal de directeur halen, hè. Wat zegt u? Een nieuw artikel. Ah, dat wilt je komen brengen? Ja, dat kan. Langskomen, ja. Vandaag nog? Ja, dat zal geen probleem zijn, hè. Goed, tot vandaag dan, hè. Maar... Stop, jongen. Jij moet mij niet zo laten schrikken. Een mens zou wel hard van me krijgen. Ah, sorry, broertje. Maar er was iemand die belde voor... Jos, jongen, nu heb ik voor, hè. Die vrouw, ja, hè. Die mens, die belde voor een nieuw... Luister eens even. Ik zit in moeilijkheden. Ik word bedreigd. Wat
Wat zeg je nu? Door mijn bloedeigen vrouw? Ze wil me verkap maken samen met de serpent van hiernaast. Dat meen je niet? Oh, ik heb het ze zelf horen zeggen. Ze zaten samen in de bank op winkelvloer. Ze hadden niet in de gaten dat ik hier in de shop stond. Ze wilden graag even beneden. Om mij elektrocuteren. Of ze huren iemand hier van de maffia om mijn spot door te snijden. Maar dan moeten we de politie? Juistje, die zou moeilijk verwittigen. Die gaan mij uitlachen. Meneer, gaan ze zeggen, welke vent is er nou bang van zijn eigen vrouw? Ik sta van schuppenzot. Waar zijn ze nu? In de keuken, een koffie aan het drinken. Om het te vieren of zo. Waar heb ik dan al aan verdiend, hè? Jarenlang heb ik mijn best voor aangedaan en wat krijg ik ervoor terug? Ja, een afspraak met maken. Dat is 5 jaar? Ik kan dat niet geloven. Hè. Gelijk zei mij altijd smanjeerd, gelijk een smaar vroeger. Ja, dat is het er niet. Ze is daar beu voor ons zorgen en het huishouden doen. Ah, dan moeten we voor de verandering haar eens een keer smanjeren. Dat zal er goed doen, hè? Dat zal er zeker op andere gedachten brengen, hè? Je bent een naam toch niet, die je voet? Denk je? Ja, je moet een Werken? Nee, een plaat voor het kopen. Oh, een plaat in een Sansevieria of zo? Nee, zo willen we van die kleurige stengels. Rietjes? Nee, stoenkop. Maar Hins. Kom jongen, ik heb geen zin in op dit moment in spelletjes. Allee, kom op nou jong. Eén woord. Twee woorden. Ja, je moet wel weten wat je wilt, hè? Ja, 1 woord. 2 woorden? Nee, 2 lettergrepen. 1 woord, 2 lettergrepen. Ja, je maakt het ook zo heel ingewikkeld. Allee, doe voort. Wil jij met mij trouwen of zo? Nee, je moet voor 4 jaar een baby maken. Hoe kunt jij zo stom zijn? Ik snap best dat ze van kant wil maken. Ja, alleen maar een spelletjes. Dat zei ik helemaal niet voor. Weet je wat? Ik koop gewoon een rake bloemen voor. Ik ga nou zot op een pot. Ja? En ondertussen ruimde ga ik hier op. Ja? En dan neemt ze daar zeker geen klagen over. En zet de wasmachine aan, hè, jongen. Schoonbroekje Jos. Oh. Hé, hey Eva, ik kan hem niet zien aankomen. Ruim ze maar op, voordat mijn zus dat ziet. Ja, ik moet van Maurice hier de spullen opruimen en in de wasmachine doen. Hè. We willen het 4 jaar wat gemakkelijker maken. Hè. Ze zit er wat doorheen. Hè. Mijn zus? Maar zij is toch een echte dinosaurus? Ja, vandaag vertoont ze heel wat trekken van de tyrannosaurus. Nou, dat zal ook mijn attribuut hebben. Waar is Maurice eigenlijk? Ah, die is een plaatkoper voor 4 jaar. Toch geen Sansevieria of een cactus mag ik kopen? Nee, een Allee, zeg het. Een bloemetje? Juist, ja, een Vooruit, zeg het dan. Bloemetje zonder te stotteren. Bloemetje. Jij moet niet lachen met mijn gebrek. Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik de Allee, het is al goed, hè. Ik probeer u alleen maar te helpen. Of nog beter, wilt je er helemaal vanaf geraken? Ik heb al van alles geprobeerd. Ik heb een kennis die logopedie studeert. Zij zou het vast kaartop vinden om u van uw stamel af te helpen. Ik weet niet, hè. Dat is toch iets voor kleine mannen, hè. Zij gaan mij vast uitmaken, hè. Nee, Jos. Vind je kan genoeg in goed gebruiken? Zij moet er veilig op en ga je staan om onder controle te houden. Zit op de situatie. Wat? Uw situatie. Ik ga er direct op. Zeg, Jossebolken, kunt je mij 10 euro lenen? Ik moet Jasper nog terugbetalen. Ik heb hem gisteren toch ook al 20 euro gegeven? Is dat echt? Maar vandaag kom ik toe aan de helft, hè. Ah, toe, Jos. Je weet het, jij hebt de favoriete broer van mijn schoonbroer. Ja, maar ik ben toch de broer van uw schoonbroer? Weet je wat? Jij ruikt het op
Zet de wasmachine aan, dan krijg jij even met een tientje. Ik weet toch helemaal niet hoe ik die wasmachine moet aanzetten? Oh, dat werkt zo vanzelf. En ik heb mijn nagels net gelakt, hè. Zie maar. Die moeten nog drogen. En ik zou toch niet willen dat daar besmeurd geraakt met mijn nagellak? Vivian zou razend worden. Oh, nee. Dat moeten we zien te voorkomen, hè. Goed dat jij zo attent bent, hè. Ik doe mijn best. Joske, mijn tientje? Allee, ik heb alleen maar 20 euro, kunt jij van terug? 20 euro? Maar dat is nog beter. Bedankt, Jos. Ja. Graag gedaan. Met Krollemans van de firma Body Dreams? Ah, je wilt een order plaatsen. Een ogenblikje, ik zal heel even de directiesetrings halen. Vivian! Het is voor u! Het is voor een Nee, het is gewoon een bij? Zeg het dan, onnozelaar. Ja, die zaadbak in voorraad. En hoeveel potjes had u gewenst? 3 potjes. Mag uw naam en adres even? Genoteerd. Bestelling wordt zo spoedig mogelijk geleverd. Betalen binnen de week. Merci. Zeg, we hebben dat toch nog, hè? Van die vermageringscrème gemaakt van lieve heersbeisjes. Oh, dat weet ik toch niet? Dat zoekt dat dan uit! En wat is dat hier voor een zwanenstal? Ik ruim daar wel op in die kant. En ik zet zelfs wasmachine voor u aan, hè? Het is hier weer de zulte inval, hè? Ja? U spreekt met de secretaresse. Is het voor een bestelling? U zei dik geworden van onze dieetchocola? Dat is onmogelijk. Hoe? Dezelfde repen liggen in de Grand Bazaar tegen een goedkopere prijs. Daar geloof ik niks van. Wat bleef? Ja, zeg, luister goed, spoeft. Met zulke taal ben ik niet opgezet, hè? Ja, dat zie je wel hier. Gegeven is gegeven en terugbetalen is stijlen. U kunt de klacht rechtstreeks richten tot een mannetje van dit bedrijf. Dat wil zeggen, zolang het hem niet onder de groen zolder ligt. Wat is ervan? Gaat jij nog in gang schieten of moet ik eerst uw slinger aanzwingelen? Je moet heel snel naar de bloemen geven. Waarom? Zodat zij het gelijk op mijn gaswerk kan plaatsen, zeker. Hier kunt zien. In de vuilbak mee, Jos Jong, ik zei vies gesjageld. Ja.
anders zijn mijn spieren morgen verzuurd. En waar sterkt die pombaksmoe? Wie? Marlies. Ah, die is de was voor u aan het doen. Klopt dat in de deurstijl? Sinds wanneer weet hem de wasmachine staan? Hij wil hem een keer verrassen, hè? Verrassen? Ja, ja, dat ken ik. In oorlog en liefde kan men zich alles permitteren. Maar let op mijn woorden, hè? Daar steekt weer wat achter. Vandaag doet hem de was en morgen krijg ik de rekening gepresenteerd. Dus een man zei dat u kon langskomen. Typisch, hè? Meneer maakt afspraken en dan poetst hem de plaat. Dimitri, roep je de naam. Ik heb gehoord van jullie bloeiende business. Mijn product past perfect bij het product wat jullie verkoopt. In mijn land een groot succes. In uw land? Italië. Scusa. Mag gaan zitten. Ik zal alles uitleggen. Zie? Zie, haal uw gang. Kijk. Ik verkoop pilletjes in een doosje. In ieder doosje zitten 30 pilletjes. Pilletjes zijn zeer goed voor stofgespring. Mannen worden in hutten. Krijg je terug in de kostuum. De vrouwen verliezen kilo's vet. Oh, en krijg je terug in bijna figura. Eens proberen. Zie ik eruit alsof ik moet afvallen? Pesokil. En hoeveel moet dat kosten? Maar dat is niet duur, hè. Het is bijna van niks. Ik verkoop ze per 10. 10 pilletjes? 10 doosjes. In ieder doosje zitten 30 pilletjes. En jij moet er 3 per dag van innemen om een goed effect te hebben. Dus, op 10 dagen is zo'n doos op. Een vrouw die een maand wil diëten, moet er zeker 3 nemen. Dat is interessant. Quantekosta. Is een speciaal product, exclusief voor deze regio. Dat niet ook? Niet rond de pot draaien, kameraad. Ah, ik vraag een eerlijke prijs. 20 euro een doosje. Dat is toch niet te veel, hè? Moet een euro voor een lakbeestokje. 20 euro? Zie. Ja, dag Jan. Ja, goeiedag. Misschien Jan. Te duur. Uw pillen zijn te duur. Ah. Wij moeten er ook nog iets aan overhouden, hè? Ik betaal een 8 euro een doosje. Ah. Dat is een doorsteek in mijn hart. 8 euro. Jij mij niet serieus nemen. 8 euro. Dat verkoop ik ze met verlies. Dat kan ik niet. 18. Niet met mijn voeten spelen, hè? 10. Oh, ik zou eens graag met de voeten spelen. Jij hebt die mooie voeten. En daarna met de tientjes. Ik zou ze willen kussen. 16. Daar is de naadgang. Van een harde zakenvrouw, zegt gij. In Italië, il marito zaken doen. La donna in de keuken. Gasten op die. Bij Kromans is de vrouw de baas over de portemonnee. Capito 11. Ik moet zorgen wat zijn twee bambini. Juliette, Frederik, Giuseppe, Roberto. Heeft il bambino Pietro de Marco. Amai. Uw fluit heeft ook niet stilgezeten, hè? Ik betaal 11 euro op doosje en geen eurocent meer. 15. 12. 14 en 1 euro minder. D'accord. 14 euro het doosje. Oh. Maak uw factuur maar op. Ik neem er 10. Uitstekend. 10 dozen. Hoe ga ik het betalen? Dat klein geld moet nog wel ergens liggen hebben, hè? En de levering? Oh, dat kan vandaag nog. De dozen liggen in mijn bus. Per favor, hier tegen. Oh. Dan moeten wij vieren, hè? Je moet verder. Een plat waterje kan ik krijgen. Of café, ik heb nog staan. Bella donna. Sit. Je begin van een vruchtbare samen. Zie je? Zie je?
bakken de Italiaan onder de kaldoos. Eetstaan moet eet gedoken worden. Schoon materiaal. Zuiderstiek. Helemaal mijn goesting. Dag schone jongen, ik ben Bea. Zo'n schoon bloemke van een madame. Ik zal mezelf voorstellen. Mijn naam is Dimitrio Toplini, zaakvoerder van de VVBA, Toplini en zo. Amai, zaakvoerder. En uw zaakjes voeren u helemaal tot bij mij? Zeker. Wat een chance. Zienke, dan ben je. En nog ijverig op de koop toe. Geen goesting in wat straffers dan water of café? Ah, iemand zei hallo? Ah, dat is niet spijtig, dat heb ik niet in huis. Oh. Ik heb nog een porto gestaan. Ah, Rosso? Natuurlijk. Die gaat er met Bea vandoor en ze kunnen elkaar niet eens. Schoonbroekje, niets zo eenvoudig als de zuivere verleiding. Een blik, een woord en hoppa. Ontslaan? Ja, ik moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker. Ik hoop dat je goed hebt opgelet, hè? Want makker, het wordt tijd dat jij eens uit je pijp komt. Vrouwen die lachen mee met een handicap. Je moet spreken met je ogen, je lippen en je portemonnee. Ik moet haar trainen, zodat ik koersen ga winnen. En als ik koersen ga winnen, dan vallen de vrouwen nog bosjes voor mij. Je denkt aan al die schoolbroeken, maatjes. Vandaar gaat de vrouw van de voorzitter van de wielerclub de juist, ja. En die is dik 77. Dat is maar goed dat je het laat moet wonen, hè? Zie. Kulkjes, hè? Prestatiebevorderend. Probeer ze maar eens. Ja, maar wat zit daarin? Ik wil niet gepakt worden bij een dopingcontrole. Je hebt nog nooit hoeven pissen, hè? Samen is dat die ze controleren. Trainen. Als de rest wil, de prestatie bevorderen, staat u binnenkort op podium. Doe dat niet graag, Vivian. Die kunnen uitproberen. Iemand moet toch voor proef kunnen aanspelen, hè? Ja, dan vraag ik aan de mijn broer. Dat zijn parels voor de zwanen. Die voelt nooit iets, hè? Ja, David. Oh, voelt altijd iets. Gelijk jezelf gemaakt van lieve heersbeestjes. Daar ging mijn vel van de branden. Maar uw uitje ging er mooi strak van staan. Rood gezwollen. En dan die schoenzolen. Daar ging mijn voeten van de branden. Je droegt ze achterstevoren, hè? En dan die chocola, die branden in mijn darmen. Het vurig type. Het gevoelige type. Allee, nog een zo'n keertje, mond open. En slik. Zo. Je moet er 3 per dag nemen, wil het effect hebben, hè? Dus, over een half uurtje nummer 2 en een tijdje later de 3e. Begrepen? Ja, chef. Jos, op hoeveel graden moet die tuinentribune gewassen worden? Ik zei al aan hem afgenomen. Hoe is het? Voelt je je allemaal beter? Haha, dat is mijn beste BH. Ah ja, ik dacht ik doe hem eens aan. Mijn beste BH.
Hij is heel comfortabel. Zeg Jos, maar is een ware nachtkomen op. Wil jij daarmee zeggen? Dat je een trippel eens zat. Een trippel wat? Een travestiet. Een lange Dani. Ik wou gewoon eens voelen hoe dat voelt, zo'n BA, om mij in te leven in het dagelijks leven van een vrouw. Mij te verplaatsen in een vrouwenlichaam. Mee te voelen, snap je? Oh, maar zo. En... Ik voel wel iets. Dat had ik niet vannacht, hè? Nee. Dat gebeurt wel vaak. Ik ben blij dat de mensen die hebben niet aan verwachten. Onvoorziene gebeurtenissen, onverwachte situaties. Waar denk jij aan? Zo wel aan mijn liefde. De kant op het schoen. Zodat je het weet, heeft de tegenpartij gescoord. En ligt u uit de competitie, hè? Geef het over en af. Denk daar maar eens aan, hè? Schat! Jos, wat heb jij erin? Zelfs jullie.
familie. Ja, dat ben je, hè. Dienen van de Panasonic vroeger. Oké. Okay. Aangenagen. Ah, en jij moet op de jas zijn. De deurdouwer. Ja, dat wat hij door, hè. De Willy is hier gekomen, Jos, voor een interview. Over jouw carrière als renner. Toch al als laatste. Wanneer is uw volgende tours? Aankomende zondag, ik ben er al voor aan het trainen, hè. Gelijk die toewijding, hè, waarover ik mijn lezers wil informeren. En passant, kan hem wat vertellen over bodydreams? Wat is dat? Dat is een uniek concept van sportartikelen, allemaal door deze bijzondere sportieveling getest en gebruikt. Iets voor de conditie, iets om af te vallen, de smallere taille of wat vollere trillen. Als je dat maar gewoon gewoon zeg nog dan dat een BH was. Nee, maar meester. Dit is ons laatste nieuwe product. Nieuw haar, hè, Jos? Ah, dat zijn toch die pilletjes die voor Vivian moet uitproberen? Pilletjes? Ik weet van geen pilletjes. En toch lijkt mij daar een BH. En ik zeg je dat het geen BH is. Het is een... Jos, hoe heet dat ook alweer? Een tettentribune? Nee! Waarvoor dient dat dan? Ja, waarvoor dient dat? Dat ziet je toch? Het is om de billen wat op te liften. Ja, dat is het. Het is een boepelkeslift. Willy, ga je ook foto's trekken van onze sportheld? Niet mogelijk, ja. Op zijn fiets natuurlijk. Jouw fiets staat natuurlijk op het koelkastje. Ja. Het is langs hier. Kom maar. Ja, kom maar hier, langs hier. Ja, Jost komt eraan. Luister goed. Maak maar reclame voor de schoenzolen die we eerst bezig hadden. Houden maar bezig, want ik moet dringend bellen. Ja? Politie, wat is dat nu? Druk nummer 1, indien u verder geholpen wilt worden in het Nederlands. En ik zie ook altijd hetzelfde, hè. Ik heb de eerste zet van heel het mogelijk half rond. Serieus met mijn voeten aan het spelen, hè? Druk 1, dan 3, dan 2. Dan krijg je een muziekje. K3 dan nog. Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Aldis is al doen voor de voice van Poppel? Dat was de sprekende klok. Ja, zijn liedjes voor de sprekende klok. Ja, die klok is zo slaapverwekkend. Ik wou de boel wat opvrolijken. Ja, wat met een minuut zot. Ah, zot van jou, dat weet je toch. Wat lief? Een stapel gek op u. Heb iets gepakt? Speed? Heroïne? Ecstasy? Een knappe zwarte, 20 jaar terug. Chameur. En na 20 jaar nog altijd even schoon. Jokkenbrok, maar het is u vergeven. Wat zou je ervan zeggen als we vanavond eens een stapje in de wereld gingen zetten? En waar hadden ze wel aan gedacht? Een ezeltje. Oh, Maurice, jij wilt mij mee wat eten nemen, dat is zo lang geleden, hè? En waar gaan we naartoe? Aan de kerk bij frituur, hè? Toch niet een frituur onnozelaar. Iets exotisch. Een kebab. Mag wel wat meer kosten, hè? Grieks. We proberen dat nieuwe Griekse restaurant. Schijnt dat aan het eind van de avond de borden maar kapot gooien. Ik weet het. Souvlaki, moussaka en van de heerlijke honingkoekjes bij de café. En waarschijnlijk een vette rekening achteraf. Ben ik het niet waard misschien? Oh, jawel. Elke euro cent, mijn liefste. Vivian?
Jelle, zei jij nog kwaad? Bij lange niet. Kom hier, dan bevraag ik u van die tette tribune. Oh, hè? Dat ga je zeg Maurice, hoeveel waspoeien heb je in dat bakje gedaan? Pot of 4, 5? Waarom? Omdat het schuim gelijk alle kanten uit de wasmachine sprong. Het is nu aan, hè? Ik heb er alles bloot in schommel, onder zo'n kijken. Ik wou dat ik van u afpas. Voor jou! Hier! Paterberg, ging de ketting helemaal over, hè? Iedere tegenslag die je kunt meemaken, heb ik meegemaakt, hè? Ja, ze hebben daar gewoon een echte pech voor. Ja, maar als jij mij niet gelooft, vraag dan, maar broer, wat is er met u aan de hand? Eva, wat is er met Maurice aan de hand? Hij heeft zijn wasmachine gesloopt. Mijn zus is razend. Oh, trek het u niet aan, Maurice. Zij draait wel weer bij, hè. En voordat je het weet, lacht je weer. Ach ja, als ik dood en begraven ben, zeker. Hij is ervan overtuigd dat mijn zus hem dood wil. Helemaal geflikt als je het mij vraagt. Vergif, daar zijn vrouwen goed in. Als ze uren iemand in om de te klagen. Voedoe? Vrouwen doen en voedoe. Eerst maken ze een popje van u en daarna steken ze naalden in. In uw been, in uw hart of recht. Oh! Vrouwen, help mij! Straks lig ik kiek op het kerkhof tussen al die doden die moest dood zijn. Ik geloof niet dat voedoe wetenschappelijk is onderlegd. Maar als meneer bang is dat zijn vrouw iets wil aandoen, dan moet hij naar de politie gaan. Hè? Doe dat. Hier ligt de telefoon. Beeld er naartoe. Je krijgt K3 aan de lijn. Ik moet nadenken. Arme Maurice, helemaal gestresseerd. Een paar tabletjes voor zou hem goed doen, hè? Misschien kunnen wij even verder gaan, meneer Kroonma. Zeg, Joske, wat schuift dat eigenlijk, zo'n interview? Schuiven? Allee, als ik iedereen die ik moest interviewen moet gaan betalen, dan is die gezet binnen de kortste keren failliet, hè? Dat is spijtig, hè? Want je weet het, jij bent mijn lievelingske. Zit je weer krap bij Kas? Jos, ik heb toch zo'n schoon bloesje gezien. Helemaal mijn stijl. En van mijn zus die vrekken getraced, daar krijg ik geen cent meer van. Zou het dan misschien niet tijd zijn dat je een keer naar het internkantoor ging om een job te zoeken? Job? Er is toch niks dat ik kan? Ah ja, dan kan ik zeker elke dag staan kuisen in een of ander vet frietkot. Nee, bedankt. Maar, misschien kunt jij mij helpen. Hebt jij geen foto gestolen van een schoon, jong, modeluste vrouw? U hebt uw fotocamera erbij, u, meneer de reporter. Wie? Nu heeft het kleintje, hè? Kan ik nogthans heel schoon foto's meetrekken? Dat is dan afgesproken. Je mag toch graag foto's onttrekken voor, laten we zeggen, €50 per stuk. Zeg maar hoe u mij graag ziet, met of zonder kleren. Eva! Ah ja, die zonnebril, die kosten natuurlijk wel wat meer, hè. Even wij een beetje journalist? Nee, wat maar tot Vivian hier vanavond? Jos, dat gaat je toch niet doen, hè? Ah ja? Ik mag hier toch nooit iets? Stikt! Temperamentvolle madame, hè? Ik vraag me af. Ze heeft nog het figuur voor, hè? Als je het maar laat, hè, we waken of niet om maar één foto van haar te trekken, hè? Natuurlijk niet. Ik zal,
ik zou dat niet durven. Hè. Je bent naar hier gekomen om een interview van mij af te nemen. En haar laat je weer rust. Begrepen? Ja. Volgende vraag. Vraag? Ja, of weet je wel als vrienden gaan zitten? Maar misschien even een vraagje dan. Hoe denk je uw huisgenoten over uw koerscarrière? Ja, die steunen mij allemaal, hè. Ondanks het feit dat je al bij het laatste eind. Ja, als je mij niet gelooft, dan moet je het ze vragen, hè. Dat is een goed idee. Zal ik beginnen met Eva? Het is boven, nietwaar? Ja, maar... Ik kan het wel vinden. Ja, maar... Los, jong, geen paniek. Ik zal een strategie aan het uitdenken die mij het leven moet redden. Als ik niet de dood overleef, overleef ik waarschijnlijk alles. Vivian... Vergeet Vivian! Eva! Van Eva heb ik niks te vrezen. Dat kind is de goedheid zelf. Hè. Eva, zit op de kamer. Ja, zoals altijd. Muziekje te lezen, muziekje te luisteren. Of ze zit te klappen met ons Vivian. Nee, ze willen te kleren. Ons Vivian? Nee, Eva, voor die fotograaf. Willy? Ja, voor de Millie. Ze wil poseren. Ze wil een centje bijverdienen. Omdat ze schoon hemdje gezien heeft. En waar is ze? Op Eva's kamer. Op haar kamer? Als Viviane daar raakt, komt zij naar apen graag. Met Kronemans van Body Dreams? Wat zegt u? De bit pro kin? Dat ken ik niet. Wat doe dat? Ah, zo. Nee, dat hebben wij niet. Ah, maar wij hebben wel een poepertjeslift. Wat dat doet? Ja, het ziet er natuurlijk uit en het lijkt op een tettentribune, hè? Hallo? Hallo? Oh, dat stukje knopen wat in mijn handen kraag hadden nog niet goed was aan, hè? Oh, ik draai hem in mijn soep, kook hem, gaar en mix hem tot put. Wat heeft mijn man hier zo misdaan? Hij heeft de nagel aan mijn doodskist. Heel de badkamer onder het schuim, de was naar de knoppen en of de wasmachine nog naar de oren zal werken, zal te bezien. Hij bedoelde het goed, hè? De weg naar de hel is geplaveid met goeie voornemens. Zijn goeie voornemen, mijn hel. In de grond is Maurice een goede kerel, hè? Daar zegt het, ja. In de grond. Dat meen je niet, Vivian. Geef mij eens één voordeel om het anders te denken. Zie, hij heeft toch een vleurige plaat voor u gehad? En dat kunt in de vuilbak gekieperd, dat zeg je nog, hè? Maar Vivian, je wil hem toch echt niet kwijt, hè? Hij is bang van u. Bang dat hem zijn avondtijd misloopt. Of dat zijn hemden niet op tijd gestreken zijn. Nee, bang dat hem van kant gaat maken. Hij heeft gewoon tappen met Bea. Dus, die denkt echt dat ik hem van kant wil maken. Dat is plezant. Dat opent onmiddellijk een heleboel kansen. Kansen? Kansen, ja. Ik denk dat ik straks een tascafé ga zetten. Café? Wat ben jij van plan? Toch geen voodoo? Voodoo? Wat is dat? Ja, dat is iets met volgens even met popjes en naalden. Ah, oh, nee. Café moet volstaan. Straffen café. Joehoe! Is het een les? Suiker? Maar nu aan de kaas? Jij bent toch een echt sloof. Ja, daar zegt het, ja. En meneer Louis XIV haalt weer een of andere stuk uit en de lijfeieren kunnen ervoor draaien. Beken? Ja, jongen. Zeg het maar. Ik sta helemaal tot uw dienst. Dag.
Dat is fijn. Ja, hè. Zeg, Joske, dat zeemvel, hè, in die koersprong, hè. Waar dient dat voor? Bescherming. Ah, ja. En, bescherming van wat? Die onder de knoet leeft van een mama. En ik die dacht te profiteren van een man met ervaring. Dat is geen echte Italiaan? Oei. Problemen? Misschien. Ik heb wat pilletjes van hem gekocht, hè. God weet wat een rol dat is. Nou ja, als ze niet werken, dan betaal ik niet, hè. Zo simpel is het. Jos, voel wel iets van dat pilletje. Nee, zie Vivian, ik tap gelijk in de motor. Oh, wat een souplesse. Oh, en daar gaat de kromos. Hij spurt weg aan de peloton. Hij pakt direct 30, 40, 50 meter. Dan gaat hij onder de kilometer vlak door. En hij gaat op tempo, hij gaat stoepen, stoepen, stoepen. De kromos, hij is niet te halen. Oh, hij kent zijn krom nog 500 meter. Oh, daar komt de molen in, ik ga ze halen. Ik ga hem terughalen. De molen gaat hem pakken. Nog 200 meter. Nee, ze gaan hem pakken, ze gaan hem pakken. Oh, de kromos. Water, water. Oh, komt eraan, mijn kampioen. Hij is gewoon zijn verloren, hè? Smeerbaar, zit er niet. Ah, ja. In mijn ogen, toch? Dus hebben ze geen ogen meer. Oh, ik sla ze, we doen van tot toe. Mijn huis uit, baby. Zeg, wat moet dat voorstellen? Wie was dat? Ja, wie was dat? Oh, dat stikt hier vandaag van de pet. Als je niet jongens te brengen, maas. Ah, wel. Dat was die vent van de pers. Ik betrapte hem op een van haar kamer. Ze zat daar in een halve bloot. En hij mag foto's trekken. Hè. Die zat met zijn foto's aan ons even. Dat zeg ik toch. Dat is allemaal uw schuld, hè, stomme rek. Wat lief? Ga wat die vent naar binnen en laat hem naar boven gaan naar ons even. En dan gaat ze wel alles even. Ja, maar dat is niet mijn fout, Jos. Maar je moet het niet op Jos steken, hè. Mijn zus had verkracht kunnen worden. Ze deed het voor het geld, hè. Die moet hier niet meer binnenkomen. In het interview, dan kan hij op zijn buik schuiven. Ja, maar Maurice. Hoor ik u nog? Nee, Vivian. Ik bedoel, ja, Vivian. Ik moet mijn fietsstokje kussen. Drink geen koffie. Ik haal geen koffie. En pak dat pilletje nu. Pak dat pilletje. Vergeet dat niet. Oh, wacht, hier is water voor dat pilletje. Haast hem, alsjeblieft.
zeik. De haalde uit de Velma. Hoe is dat daar nou terechtgekomen, hè? Dat doet een mens een keer zijn best. Wat een mens allemaal kan meemaken, hè? Niet te geloven. Dat kostte wel 5 euro, hè? Zoveel? Betaald van mijn zondagsgeld? Dat is 2 pintjes, hè? Wat een man. Café? Café? Ja, lekker. Café met melk en suiker. Daar heb ik niet zo'n zin in, maar bedankt in ieder geval. Jawel, daar gaan we samen café drinken. Ga zitten. Zit! En blijf. Wees je goed, Maria. Hoef mij al die moeite niet te doen. Ik heb vandaag al heel veel koffie gedronken. Gezegend zeg hij onder de vrouwen. Ik heb nog werk. Zit. Je gaat zien. Dat gaat te wachten, hè? Dat gaat mij niet bekomen. Mijn ma zei precies wat opgejaagd, hier zo van binnen. Dat heb ik gemerkt, ja. Juist opgejaagd wild. Bang dat ik u ga afknallen, mijn konijntje. Oh. Heb jij een geweer dan? Maak je zorgen? Zit! Neem tasje café. Ga je niet mee? Ik heb al gehad, hè. En ik ga mijn ventje in het lekker verwijden. Melk? Melk, ja. Stop, ik zei niet van de melkbrigade. Milke, molka, ditselka, witselka, dood. Zultekes zijn op. Suiker? Nee. Witte? Fijne suiker? Nee, dank. Ik moet op mijn lijn letten. Suiker dus. Zonder suiker is slecht voor mijn tanden. Je hebt een vals gebeet. Het is toch wel suiker? Wat zou het anders zijn? Dat het u mag smaken, hè? Zeg maar Lies, wat voor galgemaal zou jij verkiezen? Ik moet meteen open doen. Ik kan die mensen toch niet laten wachten, hè? Daar hebben we de chance, manneke. En wie zegt dat wraak niet zoet smaakt? Is het toch niet erg genoeg dat jij uit een
voor die prutjournalist, moet jij je ook nog heel later met zo'n madame van lichte zeden? Domme van, waar heb jij het over? Wat jij hier binnenbrengt, dit is nog altijd ons huis, hè? Fientje is gekomen om onze jas te helpen. Ja, dat weten we. Mijn actie en pronotitie. Pronunciatie en actio. Juist, dat was het, hè? Juist. En zulke dingen doen wij hier niet naast, begrijpen? Oh, zulke dingen? Ik zie niet in wat het zo interessant is. Nu hebben jullie echt een kemmel geslagen, hè? Eentje heb je wel drie bulten. Sorry, Pietje, dat mijn familie achterlijk doet. Ja, achterlijk. Ik ga de lap voor mij om een kekking te kruisen. Ik zal het spiet brengen, hè? Maar doe wat met mijn fiets. Joske, heb je even tijd? Nee, dat heeft hem niet, hè? Voor de naaste die ketting nu ook weer niet, hè? Ah, wel, Jos? Dit is Fientje. Zeg maar, patroon. Fientje. Patroon gaat zich vandaag een beetje met u bezighouden. Het gaat heel plezant worden. Ik kijk direct naar uit, hè. Maar hoor je toch? Ja, weet jij zeker dat ik met wat oefeningen vooruit ga boeken? Dat er schot in de zaak komt? Oh, dat zeker dat. Ik ga er geen spreek tegen aan. Ik kan al heel veel bereiken met ademhalingsoefeningen en allerlei standjes van de... Niet in mijn huis! Nou, Ries, zaak zo niet. Kom, we gaan naar boven, naar mijn kamer. Je kunt onze Jos in alle rust coachen. Jus, dat is een goeie idee. Ja, kom er een lap op je in. Ja, Jos! 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 Zo mag dat je niet in Holland. Ja, Broeke moet niet denken dat hem van de tafel dat wil maken. Alles voor het spul iets, hè. Ga naar boven en zet die lichte kooi op straat. Jos, toch daar. Ik ga met Broeke niet op straat smijten. Ah, nee? Nee. Trouwens, het wordt ook tijd dat hij man van de wereld wordt. En Eva dan? Die zit erbij, die kijkt ernaar. Nee. En misschien... Molly's. Eva. Niet in mijn huis hier. Wat een spoed is er. Ach, maat. De poppen zijn aan het dansen hier in huis. En zeven. Het voor Jos. Een woordje op je schouder. En de taart. Ze bolden op de camera aan het... Aan het... Je weet wel, hè. En enthousiast aan was. Jos? Met zijn papper in zijn broek? Allee, wat is er mis met mij? Toen ik daar straks een moordplek op zijn... Koersbrok wou wegverrijden. Sprong hij zowat op het dak van de garage? Die patrol is wel 15 jaar oud. Patrol? Zo noemt ze. En reken maar dat die patrol kan geven, hè? Ik zie het dat een Italiaan weer vier vrolijk is, hè? Wat is de meteor? Aan het verrazen? Hoezo, jouw bestelling. Ja, maar macht. Dat zijn meer dan 10 doosjes, hè? Ah, ik heb al gezegd, ik verkoop ze per 10. 10 keer 10 zijn 100 doosjes van 30 pulletjes. Oké, dat is het. €1.400. Die vlieger gaat niet op. Hier, vergeet. Ga getekend. Ik heb je nog gezegd. Ja. Dat klein geld heb ik voor ergens liggen. Ik nu wachten op dat klein geld. €140, ja. Dat heb ik liggen. Geen 1400. Ach, jij mij niet betalen. Contant. Of ik anders maak mij kwaad. Oh, lang makker. Een beetje meer geduld. Weet je wat? In mijn keuken staat nog een fles Martini te zieltogen. Waarom gaan wij niet samen leeg drinken?
Er is een tijd van werken en een tijd van plezier maken. Dit is werken. Capito? Ah ja, werken is goed. Het moet alleen niet te veel van je vrije tijd in beslag nemen. Gij mij nu betalen. Ik kan nergens heen voor ik mijn geld heb. Wat moet ik doen? Zoveel geld heb ik niet in huis. Oh nee, ik geloof niet dat er zoveel geld op de rekening staat. Hè? Dan moet Maurice het maar oplossen. Ik kan het terug wel maken. 1400 euro voor wat wil ik? Nee, je moet hem niet zeggen waarvoor dat geld moet dienen. Jij moet hem helemaal niks zeggen. Stuur Dimitri over af. Ze moeten het maar onder elkaar regelen. Je hebt gelijk. Het is tenslotte zijn bedrag. Het moet pas gedaan zijn aan te gebruiken als mannetje van alles. Dimitri, uw geld komt eraan. Hè? Mijn man Maurice gaat u betalen. Hij is tenslotte de bedrijfsmanager. Ah, en waar is jouw man? Die zit in een zakelijke bespreking. Dus komt u morgen naar terug. Ah, dat zal niet gaan. Ik wil vandaag mijn geld. 1 kwartier. Dan wil ik wachten. 1 kwartier. En jouw man mij betalen. Of anders? Jij mij verwend. Dat aanbod was eenmalig, makker. Maar hé, het is omdat jij bent, hè. Maar, jij moet content zijn met café. Ik betrap hem. Hij stond aan ons even aan de deur en probeerde weer smerige foto's te trekken. Ik kan dat allemaal uitleggen. En wij hebben jouw uitleg helemaal niet nodig, vader. Voor klaar. 1, 2, 3, de straat op. Ik heb nog één keer naar huis tegengekomen. Dan ben ik de politie. Zo. En durf nu nog maar eens zeggen dat ik mijn manneke niet kan staan, hè? Maar ik weet dat ik een flink ventje heb, hè? Eentje met ballen aan zijn lijf. Ah, kijk maar dus. Ik laat niemand met mijn voeten spelen. En al zeker niet zo'n prutsjournalist. Ja, mijn held, mijn dappere krijgsman. Ja, zo zei ik. Zo te zien, zijn jij niet kwaad meer? Ben ik kwaad geweest? Dus jij ziet mij nog graag? Doodgraag. Dood, alleen. Naar wijze van spreken. Ik ben dood serieus. Maak u geen zorgen. Ik al van u komt in de eeuwigheid. Ja, het is juist daar waar ik grote problemen mee heb. Met die eeuwigheid. Maar dat is toch romantisch? Ik zei niet echt zo'n romantisch type. Dat weet ik. Ik zal romantisch zijn door ons getweeën. En op een dag gaat je inzien. Dan gaat je u bij neerleggen. Ik zal er mij bij neerleggen. De nabije toekomst. Of eerder nog een lang, lang verwacht vooruitzicht. We zijn jong. We moeten nu leven. Gretig en voluit. Ah, daar zei ik het volledig mee. Zij ik blij dat te horen. Oh. Oh, maar niet zo gretig, hè. Hoe zit dat hierboven? Hierboven? Oh, over petrol hoef jij je geen zorgen te maken. Dat loopt allemaal van een leien dakje. Zet jij zot geworden? Ik bedoel, is het echt? Ga kijken. Je gaat je ogen nogal open trekken, hè? Ik moet gaan kijken? Ja, heel leerrijk. Onze Jos gaat er heel veel van hebben, hè? En Eva? Oh, die ook. En enthousiast als ze allemaal waren. Vooruit, schiet op. Seffers mist al de lol. Ik weet niet of ik daar ga tegen kunnen. Ach, pak in. Hupsakee. Maar wel eerst kloppen, hè, voordat je binnen gaat, hè.
Oh, de telefoon. Misschien is dat wel een bestelling. Laat mij. Tenslotte is het mijn zaak. Ik zei er als het ware mee begroeid. Als het gaat over de big business, beschik ik over een natuurlijk instinct waar alle topmanagers jaloers op zijn. Zijn jij nog niet bezig? Boven, schiet op. Ik wil wel zien hoe jij dat eraf brengt, hè? Als topmanager. Als klasse natuurlijk. Met de president-directeur van de firma. Dit is de manager. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Wel, als je de ballen onder uw ogen wilt aanpakken, kan ik u onze lieve eerstbeestjes zelf aanbevelen. Smeer een toefje op elk walgen. De crème goed inmasseren. En de zakjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja, onze zalf is even efficiënt als aanbijenzalf. Jawel, aanbijenzalf wordt daar ook voor gebruikt. Met name door topmodels naar een avondje stappen. Hoe dan? Ga je het niks bestellen? Je hebt nog aanbijenzalf liggen. maar onze zalf is beter, goedkoper. Je weet niet wat je mist. Hallo? Hallo? Dat doe ik eens mijn best. Als klasse naturel, hè? Mijn voeten. Allee, ik ga aanmaken dat enorm hier vol. Laat ze toch. Nu begrijp ik er niks meer van, hè? Enfin, Jos moet dat pilletje nog doen. Pilletjes? Je geeft dat jong toch geen blauw, hè? Niet dat hij morgen met flanellen benen zit, hè? Jij, Maurice, de manager? Het hangt er vanaf wie dat vraagt. Die van de belastingen of die van de lotto? Mijn naam is Dimitri Totmini. Juffrouw, mij gestuurd. Viviane? Heeft Viviane jou gestuurd? Naar mij? Toevallig een Italiaan? Dat was echt. Ik moet een zaakje met jou regelen. Een zaakje? En jij moet bij hebben? Si. Ik ben van Peso Kim. Kim? Hoe dan? De maffia? En Viviane heeft jou gestuurd? Zij zeggen, jij... De valse tik. Eerst lief doen en dan patat een doodsteek. Zij zeggen, jij manager. Ik ben zakjesregelmanager. Ik manager? Nee. Ik werk aan de gemeente. Jij verwacht mij met iemand anders. Ik heb een rol. Waar? Van jou. Wanneer? Zojuist. Van wie? Waarom jij al die vragen stelt? Jij mij willen afleiden? Waarom? Viviane heeft gezegd... Vergeet wat Viviane gezegd heeft. Vrouwen zijn wiskulturige wezens. Je weet nooit precies of ze iets serieus menen of niet. Ze heeft getekend. Heeft ze een contract getekend? Ja. Maar ze heeft je niet betaald. Nee. Als je er niet voor betaald krijgt, ga ik zo'n opdracht ook niet uitvoeren. Jij moet mij betalen. Jij moet een bedastklof. Gebied, jongens. Hoeveel moet dat zaken eigenlijk gaan kosten? 1400 euro. 1400 euro? Dat is eigenlijk dus waard. 1400 euro. Jij mij nu betalen, zodat ik een einde aan kan maken. Ja, ik hoop dat jij dat ik geen goesting heb om mijn geld over de brug te kopen. Jij mij nu betalen of anders ik maak mij kwaad. Rustig aan, jongen. Kijk daar. Hey, hop, hij zit er. Ik heb hem nog betaald. Vriendje, dat was fantastisch. Jij bent een tovenaar. Ik ben met stomme kop. Wat was ik aan het denken, hè? Sorry hoor, vriendje. Het gaat niet. Is goed ademhalen en daarna de gezinnetje zeggen. Eerste verzet, ik klik mijn schoenen vast. Tweede verzet, ik haal alles uit de kast. Derde verzet, ik start en versnel. Vierde verzet, ik ga onder wel. Vijfde verzet, de strijd komt eraan. Zesde verzet, ik zal op het schavotje staan. Patrol! Hoe is dat, Jos? Ziet je nu wel dat je normaal kunt spreken? Ja, het is een wonder. Allee, maar in die zinnetjes zit ik in pees. Dat straks op de fiets ging het ook vandaag. En daar zat er veel pees en pees. Niet te veel nadenken. Maar zingen bijvoorbeeld.
zingen helpt ook altijd. Laten we eens proberen. Welke liedjes kent u zo al? Oh, Dalia! Oh, Dalia! Of de dood van Pavlov, hè? De grote plateau, in vol finaal. Tom Bonen de vos in, Tom Stils duikt het gat in. Rijden, 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 stoempen, stoempen. Rijden, 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 uit de weg. Loepen, rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, 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 uit de weg. Loepen. Zeg, Jos, zullen die pilkjes toch zijn, zeker? Oh, als dat zo is, dan zijn ze goud waard, hè. Ik heb er 3 ingenomen. Wat er nog maar staan. Je weet nooit wat het schuld is. Opzij! Uit de weg! Laat mij door! Waar brandt het? Och, gaar vals krenger, je komt dan een achterpak loeren. Vraag eens aan je zus, wat gaan we met die Italiaan uitpoot? Italiaan? Welke Italiaan? Waar is de winter? Maurice! Doe er nog een verhaal. Ik krijg een mooi te pakken. Harder gelopen dan, jong. Zeg me waar is. Hij is juist door de voordeur naar buiten gerend. Wat is hier nou? Ik wil mij er niet mee bemoeien. Maar als ik in de hof, achter de haan, op een stoel sta, wat ik er allemaal zie en hoor, ongelukkig. Het is Maurice. Hij was razend. Noemde me aan de feks en een loeder. Ja, hij heeft het altijd als gewoon kunnen zeggen. Ah, merci, hè. Vivian, wat moet die man van Maurice? Ik zou het niet weten. Ik denk dat de schoonbroer weer tijd en tanden heeft uitgespoeld. En die is ook niet van haar eerste leugen gebarsten. Stil. Vind je zie? Op een enorm trainen beleef ik elke koers opnieuw, hè? Je had hem daar straks moeten zien. Hij vloog over de weg. Op zijn hoomtrain. Parijs-Roubaix, kies me uit. Hij won de wedstrijd in de spurt. Twee wielen door de bocht, hè? Het is een fiets, hè, paard? Twee wielen, Jos. En zonder te stotteren, hè? Oh, afzienend, gaat ook prima. Goedalia! Laat mij de 3 kwikkertjes eens proberen. Heel veel. Dus. Die mee, hè? De 3 kwikkertjes. Welkom. Welkom, welkom bij de vriendinnetjes. Welkom, welkom, welkom plezier. Welkom, welkom bij de vriendinnetjes. Kom maar snel naar hier. Pardon, pardon, pardon! Zinkla! Bravo, Jos. Mocht ik koersen die leuke kut elke dag meedoen aan de Voice van Vlaanderen? Ja. Ja, daar zit Vlaanderen op te wachten. Ik kan jou een beetje enthousiast geraakt. Het is gewoon fantastisch. Alleen, ik kan spreken zonder te stotteren, hè. Praten zonder stotteren. De tjuu. Ik moet haar trainen en trainen. Gani, waarom ga je nou niet? Alleen zegt u zinnetjes. Eerste verzet, ik klik mijn schoenen vast. Tweede verzet, ik haal alles uit de kast. Derde verzet, ik start even snel. Vierde verzet, het gaat wonderwel. Vijfde verzet, de strijd komt eraan. Zesde verzet, ik zal op het schavotje staan. Praten, praten, praten. Alleen moet ik nou elke kerel die Rembrandt opzeggen? In het begin al, nou, dan niet meer. Dan lukt dat ook zonde. Je moet een beetje geduld hebben. Oh, dat weet ik. Ik zou erop als Jos. Je weet nooit welke rare nevelverschijnselen die pilletjes hebben. Oh ja, maar ik heb vandaag nog een hele koers in de benen, hè.
het gaat fantastisch, hè? Mag ik maar bekeken? Ja, schat. Waarvoor zweef jij eigenlijk? Waarvoor ziet jij zo glanzend, hè? En waarvoor zijn jouw haren net een regenboog? Dat klinkt niet goed, hè? Ah, amai. Maar jullie zien er allemaal proper uit. Allemaal, Mr. Proper. En jij, Vivian? Ik ben zo content zoals jij voor mij zorgt, hè? En die plukjes innemen, dat doe ik graag voor u, hè? Ja. En jij? Jij bent mijn lievelingske. Ik zie je nog zo stralend.
avond uit. Oh, als een ochtendster. Oh. Zie je, uw nieuw schoonzus. Waar is die meester? Jij mij je willen bedriegen. Ik wil mijn centen. Ik weet ook niet wat er gaande is. Als jouw Marito mij niet wil betalen, moet jij mij maar betalen. Nu, bestand de Peter. Waarom neemt u de bestelling niet terug? Er zijn alle problemen opgelost. Ja. Ik moet mijn 7 kinderen tot eten geven. 7. Daar straks waren het er nog 5. Ik heb ook nog 2 kinderen bij mijn eerste vrouw. Nu 7 dan maak ik weet dat je nog bij al moeder woont. Ik ben een eerlijke zakenman die op een eerlijke manier zijn geld probeert te verdienen. Eerlijk. Ik bestel 10 doosjes en gaan zadelt mij op met 100. Jij gezegd 10 doosjes. 10 keer 10 zijn 100 doosjes. Jij moet mij nu betalen. Maurice moet u betalen. Ik heb het geld niet. Maar ja, Maurice wil niet betalen. Hij loopt alsmaar weg. Zeg, Jos, weet u niet wat te doen? Met die factuur? Jos, laat die jongen toch met rust. Ziet je niet dat de ei onder de indruk? Stop dan met indruk maken. Maar zo plezant. Jij mij betalen? Ik ben een kik met de buurvrouw makker. En dan daarbij zie ik eruit als een bank. Ah, hier is een kus voor. Halt! Hier jij! Jos, had de bedrijf! Het is al griezelig, vind ik, vandaag. Is er nog cola? In de keuken. Nee, niet zo. Dan moet je water drinken. Water? Daar krijgt een mens van dorst van. Kom, Jos, we moeten voort oefenen. Hij ligt zo lekker. Kan dat morgen niet? Morgen moet ik naar de kapper, hè? We moeten allemaal eens oefenen. En leren stoppen om blokkades op te halen. Ik geloof niet dat er nog blokkades zijn. Oh, dat is nou de tijd om voor te doen. Vooruit, Jos, bij de les. Allee. Niet hier, hè? Hier is veel te veel afleiding. Ja. Oh, mijn kamer. Suus. Oh, en ik kom mee als supporter. Allee, hupsakee met de beentjes. Ah, moet teken. Ik klik bijna te slapen. S'nachts moet je slapen, hè, Jos? S'nachts? Nee. Ik durf te wedden dat er deze nacht van slapen niet veel in huis zou komen. Vooruit, licht roept. Maar moet, hè. Zeg je maar, je kunt het best. Het zal wel gegaan, hè. Er is nog veel werk aan de winkel, hè. Maar wachten wij dan op. Dat is roes. Thank you.
verdediging van de kamer niet aan. Och, gij ze pens. Allee. Gebouw. Daar gaan we weer, hè. Gebouw, je wanneer we komen aan, stang, zaag, nagel aan mijn dood is. Je had geen aardewinkel beginnen. Ja, eentje was de duimschroeven verkopen. U was daar dan te overdraven, hè. Gij stuurt die Italiaan naar mij af, hè. Ik had het geld niet om hem te betalen. Maar ik bunker mezelf in, hè. Niemand komt er aan mijn rij, maar zeker niet zo'n Italiaantje. Hé, hey, kerel, wat doe jij hier? Had ik je niet gezegd, je gezicht hier niet meer te laten zien? Ik wou wel alleen maar... Je zegt gewoon niet te vatten, hè, kerel. Dan zullen ze molesteren, hè. Nee, ik wou... Ja. Zonder een hitsige bok heb ik een jaren niet meer gezien. Maar ik ga niet met mijn voeten spelen, verstaan? Maurice, zou niet. Straks gebeuren er ongelukken. Bij u zijn er jaren geleden al ongelukken gebeurd. Pas op, hè, maat. Nu gaat het te ver. Ja, en nu kan het veel verder. Ja, meekomen, mannetje. Zo, daar. Die kant op. Jij wilt actie? Nou, die gaat het krijgen. En zitten. Maurice. Wat je van plan met die arme man? Arme man? Arme man? Een dikke voyeur. Niemand gaat er aan mijn lijf komen. En ik bunker mezelf in en hij is mijn schild. Iedereen die te dichtbij komt, die gaat het bekopen. Hij is mijn levensverzekering. Maar je kan niet zomaar mensen gazelen, hè? Oei, daar komen we vol van. Dat is allemaal uw schuld, hè? Ik ga de politie bellen. Doe dat. Dan kan ik niet over u een boekje open doen, hè? Ik moet direct hulp hebben. Haha. Had ik je niet gezegd te zwijgen? Ja, maar ik moet dringend. Dat is van de spanning. Ik kan dat niet tegen. Zip daar. Proviant. Ik moet proviant hebben van als ik honger of dorst krijg. En recht! Op naar de keuken! Hoort! Mes! Ik zeg het u, Jos, hij is helemaal kierwit geworden, hè? En vloeken en schampen op mij. Zie dat aan, het is een hele geschand. Maar hij kan er toch ook niets aan doen? Hij beschermt zich alleen maar. Tegen wie? Tegen wat? Tegen u. Hoezo tegen mij? Ja, jij bent toch begonnen? Jij hebt toch gezegd dat een hoerap hoelier onder de groene zoden willen hebben? Dat was om te lachen, hè, Jos. Dan vind je het nu nog plezant. Welke kerel gelooft er nu dat de vrouw hem van kant wil maken? Ah, wel, de ah, ja, laat maar, ik snap het al, hè. Zeg maar dat ik het allemaal niet zo meen. Hij zal mij niet geloven, hè. Zeker niet nu die je een Italiaan van de maffia eraf hebt gestuurd. Hoe komt jij erbij dat hij van de maffia is? Dat is een van Genk van de Cité. Dat is die kerel die na 100 doosjes heeft verkocht, hè. Terwijl ik er maar 10 had besteld, hè. 1400 euro moest ik hem geven. Zoveel geld heb ik niet. En ik zei, vraag het maar aan mijn man, Maurice. Ah, dus die wil Maurice helemaal niet van kant maken? Maar nee. Weet je dat zeker? Maar ja. Is toch wel precies, hè? Maar nee. Dus u wilt alleen maar geld van Maurice? Maar ja. Ik vertrouw hem niet. Jij wel? Maar nee. Nou, dat weet ik veel. Hoe wist hij van ons bedrijfje? Van horen zeggen, zeker? Die zou dat toch niet moeten willen geen muren hebben willen leggen? Ik denk het wel, hè. Weet je zeker dat hij niet van de maffia is? Kan je dat zien aan iemands gezicht? Ja, meestal hebben die figuren een kostuum aan, hè. Wat droeg hij? Een kostuum? Een witte, van die rare schoenen eronder. Hij had toch geen moed, hoop ik, hè? Een witte. Oh man. En wat voor auto had hij bij? Een busje. Groot genoeg om er gelijk in te verstoppen. Allee, jongen. Nou maakte jij mij bang, hè? Nee, laat
minstens jij erin laat, en dan laat je zomaar hier binnen. Oh, wat heb ik gedaan? Die gaan we allemaal over de randen. Wat voor een gevaarlijke kerel dan nog, als hij zijn geld niet krijgt. Oh, die gaan allemaal eens op de kleine maken. Oh, jij, jij, jij. Oh, die gaan we zo allemaal een kopje kleine maken. Oei, 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 oei. Oh, dat is een gedienstig zijn. Ja. Ah! Draai! Echt niet?
Ik heb heel veel recht om hier te zijn als gaan. Bel Amnesty International na. De fundamentele rechten van de mens. Liberté, égalité, fraternité. Eerst wilde jij mij van kant maken en nou moet ik je beschermen. Ik wil helemaal niemand vermoorden. Jos, zeg het mij. Ik ga beter halen. Die weet er alles van, hè. En haast u. Je gaat zien, Maurice, het was allemaal maar om te lachen. Om te lachen. Ha, 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 ha. We hebben gelachen. Ja, Maurice, zo heb ik het niet bedoeld, hè. Ik was kwaad vanwege de koers en die handdoeken, de wasmachine en mijn tettentribune. Die nieuwe. Ja. Maurice, niet boos zijn, hè. Als jij boos bent, dan ben ik zo verdrietig. Stop met een gesnotten, dat pakt toch niet bij mij. En je hoeft al helemaal niet voor ambulance te spelen. Allee, allee, allee. Kom hier, het is al goed. Schaai uit mijn benen, dat is voor niks goed, hè. Niks als een gratis man die het schoen. Begin het niet aan! Fantastico! En nu heb ik erin te pakken. Er gaat niemand weg voor ik mijn geld heb. De 1400 euro. Dat klopt. En waar moet dat geld voor dienen? Wat denk jij? Voor die pilletjes, dat heb ik u toch gezegd, hè? Ja, maar ja. Maar is dat echt zo? Of moet ik ervoor dienen om mij een kopje kleiner te maken? Een kopje kleiner? Maurice, nu zeg ik het weer. Dimitri, toon hem de factuur. Ja, toon me mijn doodvonnis. Hier. Zie, de handtekening. Kijk, daar staan er 100 doosjes. Zijn jij op je kop gevallen? 100 doosjes, die geraakt mij de kastijn niet kwijt? Allee, makker, sorry. Maar ik zal de bestelling moeten annuleren. Dan blijf ik nog eens kijken. Ik moet mijn 10 kinderen nog te eten geven. Je bent een afzetter, hè? Bedrieg. Een oplichter. Ik wou 10 doosjes en hij maakt er 100 van. Dat is schriftvervalsing, hè, kameraad. Dat ziet er mij aan een legitiem formulier uit. Had ik je iets gevraagd? Ja, noemt jij eens goed naar mij luisteren. Tijd om te luisteren is voorbij. Ik wil mijn centen. Hoe wist jij trouwens dat wij allerlei spulletjes verkochten? Hoe zijn trouwens al de rest geraakt? Ah, via internet. Ah, en dan kon jij hier zomaar aanzetten. Zie. En dan leurde jij mij wel pilletjes. Is alles wel met u in orde? Heb jij wel een leurderskaart? Een leurderskaart? Wat is dat? Aha, een beroepskaart. Heb jij die? Ga je mij van alles wijsmaken? Nee. En diploma's? Heb jij wel diploma's? Zonder diploma's kun jij niet zomaar je eigen zaken beginnen. Heb jij een diploma bedrijfsbeheer? Beschikt u op de nodige vergunningen van de arbeidsinspectie en van de overheidsdiensteconomie? Zijn jij ingeschreven in het huisgebouw van ondernemingen? Bij een sociaal zekeringsfonds? Zijn jij verzekerd? Betaal jij BTW? Heb jij BTW? Hebt u een milieuvergunning aangevraagd? Een bouwvergunning? Een gebruiksvergunning? Zijn jij verzekerd tegen inkomensverlies, diefstal en ziekte? En ongelukken? Een schimmelinfectie op een hart? En zo zit het met uw indexprognoses, verkoopbarema's en sleutelverlaging. Manneke. Met u is niks in orde. Dat gaat betalen worden. Wij gaan een inspectie op u afsturen. Nee. Geen inspectie. De BTW-inspectie. En de gezondheidsinspectie. De belastinginspectie. En de sociale inspectie. En die gaan allemaal jou een hele rat en plan ter benen te buiten trekken. En onze Jos is van zo'n stokje gegaan. Dat was van die pilletjes, hè. Wij laten die pilletjes door een labo onderzoeken. Als daar iets in zit, hè. Kunt u de rest van uw leven schadevergoeding betalen aan onze Jos. En wij hebben mond-op-mond-daling moeten toepassen. En hartmassage. Weet je wat? Ik zal het goed met jullie maken. Kijk. Jullie hoeft niks te betalen. Ik zal alles bieden. Ah, dat je een doosje moet betalen. Oh,
Wel direct een inspectie, hè? Nee. Niet bellen. Ik zal niet. Ik zal gaan. Nee. Pak je boeltje bij elkaar en we draaien hier naar huis. En als ik hier nog heel één keer tegenkom, hè? Mag ik nog een keertje terugkomen? Ik vond het een keiverzante dag. Ja, natuurlijk. Ik kan het veel hulp gebruiken. Ja, zeker dat. En laten wij zeggen dat ik een paar keer per week langskom. En dan kunnen wij oefenen. Oefening baart kunst. Jawel. Nou, ga maar naar huis, hè. Dag Eva, dag Jos, dag allemaal. Dag Paul. Nu alles weer op zijn poten staat. Kan ik misschien wat geld lenen? Luister eens, Eva. Vanaf nu gelden er andere regels. Voor wat oort wat. Jij steekt de handen uit de mouwen. Ja, hier in de shop of in huis, zodat ons Vivian het wat gemakkelijker krijgt. En in ruil daarvoor krijgt hij zijn zakcentje. Maar dat is niet eerlijk, Jos. Luister even. Vanaf nu gelden er andere regels. Voor wat hoort wat. Als jij mijn fiets kust, krijg jij van mij een tientje. Jullie willen van mij profiteren en dat is niet eerlijk. Kom jong, slaaptijd. Ja, maar ik ben nog lang niet moe, hè? Oh, kom dan maar mee met mij. Ik heb nog wel een koers in het gedak. Serieus? Mag ik dan nog een keer berg op? Ja? Daar zou ik ervan denken, dat is wij samen ook. Kom eens hier gingen fietsen. Dat ziet er dan niet. Heel mijn naas op stelt. Mijn beste tettentribune had ik nog. Ja, komt mijn bed niet in. Stukje ongeluk. Ga slaapt op de sofa. Klopt hij in de deurstijl. En ik dacht nog wel dat ik een kans had. Hé, mijn held. Kom er nog. Ja.